Minister Grapperhaus wil toegang tot chat- en berichtdiensten, handen uit mouwen op de Natuurwerkdag en de eerste transgenderpad van Europa geopend. Fijn dat je luistert naar de Eén Almere podcast op deze 3 november 2019. Met allereerst, je hoort het al, een nieuwsoverzicht. En dan wel het mediaoverzicht. Natuurlijk weer met landelijk, provinciaal en ook het lokale nieuws. We beginnen allereerst bij de NOS. Minister Vert Grapperhaus wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde chatberichten op diensten als WhatsApp en Telegram als daarin kinderporno wordt gedeeld. Sociale mediabedrijven zouden een sleutel moeten hebben die kan worden gevorderd door de rechtercommissaris, zegt hij tegen Nieuwsuur. En nog een bericht van de NOS, maar dan uit het buitenland. Nigel Farage, de leider van de Britse Brexit Party, is zelf geen kandidaat bij de vervroegde verkiezingen op 12 december. In een interview bij de BBC zei Farage dat hij diep heeft nagedacht hoe hij de zaak van de Brexit het beste kan dienen. Niet in het lagerhuis, concludeerde hij. Ik zoek geen carrière, ik wil niet mijn hele leven in de politiek blijven. Hij zit sinds 1999 in het Europees Parlement. En dan kijken we ook nog even naar de regio. Omroep Flevoland. Op 24 plaatsen in de provincie staken vrijwilligers zaterdag de handen uit de mouwen voor de Nationale Natuurwerkdag. Het was de 19e editie van die dag. En nog een bericht bij Omroep Flevoland op hun website. Ondanks honderden reacties van omwonenden, overheden en belangenorganisaties op het windplan Groen, willen de initiatiefnemers het plan vrijwel ongewijzigd uitvoeren. Dat blijkt uit de zogeheten antwoordnota over het geplande windmolenpark die afgelopen vrijdag is gepubliceerd. Van april tot juni kon er worden gereageerd op het ontwerpbesluit voor windplan Groen. Er kwamen in totaal 700 zienswijzen binnen, waaronder 153 unieke. Kijken we natuurlijk ook nog even naar het lokale nieuws bij 1 Almere. Vanmiddag lees je meer over deze nieuwsberichten. Wethouder Jerzy Zoetekouw heeft zaterdag in Almere het eerste transgender zebrapad van Europa geopend. Het pad ligt bij Hogeschool Windesheim en het Flevo ziekenhuis in het centrum dus. En het Almeerse raadslid Hassan Bouyatoui denkt dat zijn nieuwe partij NIDA bij de verkiezingen 2022 3 zetels zal gaan halen. Hij hoopt daar tenminste op. NIDA is een op islam geïnspireerde partij en wil dus ook in de gemeenteraad van Almere plaats gaan nemen vanaf 2022, want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kijken we natuurlijk ook nog even naar buiten, naar het weer van Weerplaza.nl. Het is voorlopig erg onbestendig. Een gebied met bewolking en van tijd tot tijd regen trekt geleidelijk naar het noorden. Temperatuur schommelt rond de 12 graden bij een matige zuidelijke wind. Vanavond verlaat de regen via het noordoosten ons land. In de nacht is het vrijwel overal droog, wordt het nevelig en koelt het af tot een graad of 7. Morgen is het opnieuw overwegend veel bewolkt en valt er verspreid over het land af en toe wat regen. Het wordt wederom een graad of 12. Aldus Diana Woei, weervrouw bij Weerplaza.nl. En in deze podcast natuurlijk ook nog even aandacht voor muziek. We horen Queen met Bohem Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. No. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. En dat was Queen met Bohem Rhapsody natuurlijk. En dan kijken we ook nog even terug. Wat is er afgelopen week gebeurd in Almere? Nou, de redactie heeft het even kort voor je op een rij gezet. Op onze website lees je er meer over op 1almere.nl. De door de islam geïnspireerde partij NIDA wil dus vanaf 2022 dingen naar zetels in Almere. Dat maakte de partij afgelopen week bekend. De partij is van oorsprong Rotterdams en heeft ook een afdeling in Den Haag. In Almere zal Hassan Bouyatoui de afdeling leiden. Bouyatoui zit momenteel als eenmansfractie in de gemeenteraad. En stadslandgoed De Kempaan sluit de uitkijkbrug bij Stichting Aap voor bezoekers. Volgens de stichting is de brug, ook wel de Vlonder genoemd, niet meer veilig. Het is onduidelijk wat er mankeert aan de brug. Donderdagavond 24 oktober vonden er vlak na elkaar 3 berovingen plaats, of poging tot beroving ook. 1 in Almere Buiten en 2 in Almere Haven. Dat meldde de politie deze week online. En woensdagmiddag is er een woning overvallen aan de Beneluxlaan in Almere Poort. De woning werd rond 2:45 in de middag overvallen door 2 mannen in PostNL-kleding. Diverse parkeerterreinen in de stad gaan op de schop. Het gaat om het Koolzaadveld, Hennepveld en het Hospitaalterrein. Naar verwachting verdwijnen de slagbomen en komen er parkeermeters voor in de plaats. Het gaat om bezuinigingsmaatregelen die vanaf 2021 ingaan. En er waren veel reacties over dit bericht en over gewoon het al in het algemeen het parkeren in Almere. Ja, en die reacties die vind je dan ook weer op eenalmere.nl. Reageren kan ook nog steeds. En in het kader van veilig, gezellig en gezond uitgaan in Almere gaan diverse Almeerse horecaondernemers werken met een horecakluis. De horecakluis is een speciale kluis waar ondernemers aangetroffen wapens of drugs veilig in kunnen opbergen. Dat meldde de gemeente Almere deze week. En raadslid Jessica Kips van GroenLinks stopt met haar werkzaamheden, zo werd deze week bekend. Fractievoorzitter Willy Anne van der Heijden liet dat weten. Kips wordt opgevolgd door Esther Hagelaar van GroenLinks.
Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft het plan om medio november te demonstreren in Almere, zo werd deze week duidelijk. En het aantal inwoners van de stad is gegroeid naar 211.000 mensen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Met dit aantal is de hoeveelheid inwoners toegenomen met 1,5%. Nou, over dit en andere berichten vind je meer op 1almere.nl. Nog de hele week ook weer berichten in nieuwsflitsen, bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag. Maar uiteraard ook in uitgebreide artikelen en ook in wat kortere artikelen. Je vindt het allemaal dus op 1almere.nl. En dan nu nog één keer naar muziek. Major Lazer en DJ Snake met Lean On. Tot zover de 1 Almere podcast voor deze zondag 3 november 2019. Volgende week zondag dan is er weer een korte versie van deze podcast. En zoals gezegd, meer nieuws en de achtergronden bij het nieuws vind je dus ook via 1almere.nl met op woensdag ook weer een nieuwe stelling. Voor nu nog een fijne zondag toegewenst en graag tot de volgende keer.